Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5L, Spedier van Remor. En vandaag ga ik jullie meenemen op deze eerste kersttocht. Voor de mensen die mij al een tijdje volgen, een aantal jaren moet ik dan bijna zeggen, is dat de dag van een special, denk ik. Zo, als ik even terugdenk, dan kan ik me de afgelopen jaren wel herinneren toen ik altijd op deze plek bij dit bureau stond. Met wat voertuigen achter mij. En ja, wat is er veel veranderd in die jaren. Uiteraard meer abonnees, maar ook voor mij minder video's. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar goed, daar gaan we vandaag allemaal niet te veel over hebben. Wat ik het wel over ga hebben is de auto's waarmee ik ga rijden, maar ook het uniform wat ik aan heb. Want zoals je ziet heb ik wel een beenholster, die had ik al. Maar die is nieuw. De koppel vooral, die is nieuw en die vind ik echt heel vet. Dat is pepperspray wapenstok, ja, een pasje natuurlijk, dat je ook wel van de politie bent. Extra holster. Portefoon, zaklampie, de handschoentjes, sleuteltje van de boeien en de boeien zelf. Deze is allemaal gemaakt door ja, ze noemen zichzelf allemaal heel veel. Het is EUPNL, dat is een redelijk makkelijke naam, maar of ze eerder, er zijn heel veel verschillende namen allemaal, maar dit is van EUPNL, linkje daarvan uiteraard in de beschrijving. Er zit zelfs een polo, korte mouwen, polo lange mouwen, een broek, schoenen en een steekwerend vest bij. Ze zijn ook bezig met veel meer dingen, maar die heb ik er allemaal niet ingezet. Omdat ik het op dit moment prima vind met deze en toen ik het probeerde, toen crashte mijn game. Maar dat ligt aan mij, dat ligt niet aan de mod. Dan gaan we op pad met de welbekende Audi A6, SIF, ook wel genoemd, snel interventievoertuig. Dat is, die is gemaakt door het ministerie van mods, helaas niet meer te krijgen. Deze vette Vito met de normale pitjes, gemaakt door Heumods, dik interieur ook. Er zit zelfs een rollerbank installatie bij, als je die op een bepaalde manier naar buiten laat komen, zou je een rollerbank mee kunnen opstellen. Maar een LSPD ervoor heb je er weinig aan. En deze Mercedes A-klasse. Door jullie al een tijdje geleden aangevraagd, massaal door de kijkers van mijn of door mijn volgers op Instagram, en nu ga ik hem dan gebruiken. Al deze drie, of deze drie voertuigen komen eigenlijk aan bod in deze video, en die video gaat dus ongeveer, laat ik zeggen, ja, tot wanneer ik zin heb, drie kwartier tot een uur denk ik toch wel zijn. Ik wil dan natuurlijk wel even benoemen dat ik jullie hele fijne feestdagen wens, fijne kerst. Geniet ervan, het is anders dan andere jaren, dat besef ik me, en dat is natuurlijk zelf ook, het zou gek zijn als je dat niet beseft. Ik ga verder niet in over de richtlijnen van het RIVM, alleen hou je eraan en ja, je let op jezelf met kerst, maar vooral ook op anderen. Veel van mijn kijkers zullen denk ik wat jonger zijn dan ikzelf, ik ben zelf 21, nou ik denk dat de gemiddelde, misschien nu wel eens sommige van mijn kijkers, tot de regels niet voor hun hoeven te gelden, want ik geloof dat het vanaf 13 jaar of ouder is. Maar denk toch aan anderen dan wel je opa en oma die met kerst langskomen, of jouw buren of noem maar op. Dus blijf vooral veilig, want ik wil niet hebben dat ik mijn abonnees verlies. Nee, dat is natuurlijk een flauw donker grapje, maar nee, daar komt er wel op neer. Denk goed aan iedereen en allemaal, en vandaag gaat Wim met dit mondkapje trouwens, helemaal vergeten gek. Ja, mondkapje, de politie moet mondkapjes dragen. Dus die heb ik nu op. Die is gemaakt ook door Heumods, Chesley. En die gaat binnenkort ook wel in de webshop te krijgen zijn. Maar hij zei, test hem even, dan mag je me daarna gelijk houden. Nou, dat hoef je mij geen twee keer te zeggen. Ja, ik vind dat wel heel, ja, ik vind wel wat hebben. Het went, hè, een mondkapje. Een mondkapje went echt in deze tijd. En daarbij heb ik ook nog een sjaal. En die zie je wat minder goed. Maar die wordt ook gebruikt, vooral de motoragenten. Maar je ziet ook wel een soort noodhulpagenten hem gebruiken. En die is ook tot boven de neus. En daar staat ook politie op, maar niet zo opvallend misschien. Maar die is dus ook wel vet. Maar dat is nu gewoon met het mondkapje. Hoort erbij, kerstmens op. Niet te veel bekeuringen schrijven, tenzij het boefjes zijn die mij uitschelden ofzo. Voor nu zou ik zeggen, ik inemine met de Vito. Gaan we mee starten. Daarna de A-klasse en als... Nee, Vito, Audi, A-klasse. Dat gaat de volgorde worden. Tot zo. Nou, we zijn een tijdje bezig nu. Aan het surveilleren, we krijgen inmiddels de eerste melding van een autodiefstal. Nou, het zou een Ice White nog wat zijn. Is hier links gestolen ergens?
dat is ze meer. Oh, die is heel snel weg. Oeh, dat is zonde. Dus wij moeten draaien. Zegt de volging voertuig. Assistance needed on Palomino Avenue. Copy that. Moving right now. Dispatch, we have the suspect in sight. Ah, jongen, jongen. Dat er gelijk gecrashed zijn. Ja, dat gaat toch wel rijden. Ook op onze eigen veiligheid letten natuurlijk. De collega staat uitgestapt, die is mogelijk verongelukt of die staat bij een ander incident. We gaan het nu zien gezien we daar langskomen. Het is een Touran echt finaal kapot hebben gereden tegen een paal. Hij zit ons te pranken. Slim bezig. Ah,
hij draait nu helemaal door. We moeten ons nu gaan afvragen, moeten we doorgaan? Maar ik denk, zowel ik als een agent in het echt wil de heterdaad uit de boef echt wel vangen. Het is rustig op de weg in dat opzicht. De brancherichtlijnen die worden natuurlijk even aan de laars gelapt, dat snap je ook wel. We gaan niet met 20 km per uur een verkeerslicht naderen, et cetera. Nou, en nu wordt een persoon vol aangereden, leek met opzet. Wij crashen ook nog. Kom op, die gaan we pakken dan. Ik weet niet in hoeverre jullie mijn stuur horen draaien van links naar rechts en... Maar dat is echt heftig. Dit beeld is ook altijd zo KUT. Dat hij dan gaat inzoomen op de verdachte. Toch nog even een eenheid erbij. Ik zou nu zo meteen uitleggen waarom ik dat niet te veel doe. Assistance required on Palomino Avenue. I see the perp. We're in pursuit. The suspect is crashed. We hebben er nu wel een Audi achteraan, die ook verongelukt. De zwarte rook van het voertuig kan niet meer lang duren nu. Hier wordt het wel druk hoor. Maar we kunnen wel stellen dat deze verdachte er letterlijk alles aan doet om aan ons te voorkomen, ontkomen. Zelfs omstanders aanrijdt. Als we hem dadelijk zover hebben dat hij stilstaat, gaat het vuurwapen er ook gewoon op. Alles en iedereen rampt die. Niet te snel weer op dat. Probeer het tegen te houden. Nee, gaat hij niet doen. De Audi is ook al afgehaakt. Ik hoor hem al. Maar daar is hij weer. No!
Echt over op het agressieve nu hoor. Nee. Hij is weer geramd zo te zien. Nee, hij spant hier gewoon. Ah, oh, er zitten meerdere personen in, zie ik nu pas. Uitstappen allemaal! Uitstappen! Handen omhoog! Op knieën! Geen personen meer in het voertuig. Ik ga naderen, bijrijder, graag bestuurder in het oog houden. En denk aan de vuurlijnen, collega's. You ain't never getting out of prison. Ja, hè man. Nou, dat was mijn achtervolgingje wel. Ja, de reden dat ik niet zoveel collega's op aanvraag tijdens de achtervolging is omdat er natuurlijk, ja, die komen van alle kanten. Die rijden me niet alleen in de weg, maar die rijden ook tegen alles en iedereen aan. Als ik achter hun rijd, dan gaan ze afremmen voor mij. En natuurlijk crashgevoeligheid. Ik weet dat ik bijvoorbeeld de Zulu zou oproepen. Nu met dit weer mag een Zulu helemaal niet vliegen, geloof ik. Mistig een beetje. Dan crasht mijn game binnen no time. En wat je dan dus krijgt, is dat je dan een hele achtervolging, de helft van de video al een achtervolging kwijt bent. En dan kun je hem niet afmaken. Ik dacht van nu even, we houden hem zelf redelijk goed bij. Dus we laten het even voor wat het is. We hebben er uiteindelijk dus één Touran en een A6 erbij geroepen. En dat is goed gegaan. Lukt het een beetje met je bumper kleven of hoe zit dat? Moest ik nog iets zeggen? Ja, mondkapje. Is natuurlijk leuk om dat ook weer in game te hebben. Het hoort er inmiddels bij. Wat ik wel niet ga doen. Dat is prostituee. Dat mag niet, hè vriend. Of prostitutie. Ja, dat is die rode auto. Die willen daar een... Wacht, kom je naar mij toe? Nee, toch? Het is simpel, als ik hier een etalage van kan pakken, dan doen we het. Het is gewoon niet toegestaan. Ik ga sowieso die dames even aanspreken. Maar dat was sowieso een melding. Dag dames. Ja, want Wim, politie. Wacht, ik maak eerst mijn verhaal trouwens even af. Wat was er ook weer? Achtervolging. Ik weet het niet. Ja, mondkapje. Ja, ik ga hem wel gebruiken, want het hoort erbij, het is leuk. Maar ik ga niet iedereen die naast elkaar loopt, of grote groepen mensen die bij elkaar pakken, aanspreken en bekeuren. Ik kan het wel. Als jullie nu massaal zeggen, jawel, moet je wel doen, dan ga ik daar extra op letten. Maar voor nu is mijn doel alleen om te zorgen, of om het alleen te dragen, maar niet om er ook echt op te handhaven. Wat ik wel even ga doen, is gewoon deze mevrouw even aanspreken. Ik wil graag een identiteitsbewijs even zien. Naar mijn idee bent hier aan het hoe noem je dat, prostitueren. En dat is niet toegestaan. Ging auto vandoor voor collega's. Oké. Ik ga je dan ook vragen hier het gebied te verlaten.
Ik heb hem hier beter uit kunnen zien. Dat voor u. Ze heeft tekenen van drugsgebruik. Oké, die is suspended. Nou, weet je wat dan maar. In ieder geval niet een groot probleem van maken. We have a disturbance in Grande Sonora Desert. Citizens report. Rijdt alsjeblieft prio 1. Mugging, dat is... Oh, dat weet ik aan het straathof, geloof ik. Maar op de snelweg nu. Politie, laat de wapen vallen. LSPD, don't let me shoot. Copy that, we're in the vicinity. Laat vallen dat wapen. Police, staan blijven. Stop whatever the hell you're doing. Stoppen nu. Er zijn schoten gelost op de verdachte. Verdachte rent er vandoor. Richting snelweg. Nee. Ik kan hem hier niet volgen. Dat is... Ja. Nee, dat gaat niet worden. Backup required on Del Perro Freeway. Copy that, dispatch. We'll find those animals. Stoppen nu, je hebt de vuurwapen. Dus ik zou geen rare dingen doen. Oké, ik ben aangehouden. Sportwapen bezit, overval, noem maar op. Ik ga nog fouilleren en dan ga naar het bureau. Een ander wat niet te stoepen staan had hij bij. Zo, daar zijn we dan. Met teamverkeer vandaag, oftewel de Audi. Ditmaal niet met de nieuwe striping, weer eens de oude striping. Ik vind dat toch ook wel vet. ALPR staat aan en dat hoor je ook. Dat zijn de piepjes. Hij scant eigenlijk elk kenteken wat langs rijdt, voor me staat, achter me staat misschien zelfs. En daarbij worden bijzonderheden opgepakt en ik ga je nu al vertellen. Het kan zomaar gebeuren dat dadelijk
een piepje ontstaat van hey, dat voertuig, die persoon wordt gezocht. Huntley, ja, dat is achter mij. En dat wil ik zeggen, no insurance, oké. Okay. Kenteken 66, dat is deze. Black, ja. Nou, jij rijdt rood, hè, kameraad. En wat ik dus wilde zeggen is dat je gegarandeerd nog een moment gaat meemaken bij me dat ik het voertuig aan de kant wil zetten, maar niemand weet welke het is en hem ook niet meer vindt. Nogmaals even, we controleren het even goed na. We hebben het ALPR hebben gekregen. ALPR staat voor Automatic License Plate Recognition Reader. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 6, 6, Whiskey, Tango, Oscar, 9, 2, 8. In traffic violation. En we hebben nu in het mailschip nagekeken. Dat is mobiel en... mobiel op straat ofzo. Stop uw voertuig onmiddellijk. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Keuzes, 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 keuzes. We gaan naar die rode. Die wordt gezocht. Dat vind ik iets spannender. Nou, even eerst even het kenteken rustig nakijken. Nou, dat gaat dat natuurlijk professioneel, dat mogen jullie ook wel hopelijk. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 2, 2, Golf, Mike, Charlie, 6, 4, 3. A warrant issued. Proceed with caution. We have medical aid requested on Magellan Avenue. Er zijn plugins, etc. die kunnen zien waarvoor die nou gezocht wordt. Ik hou gewoon mijn ogen open. Eén persoon in het voertuig. Goeiedag, Schotel, meneer. Hey. Voor mij een rijbewijs. Het is niet de eigenaar van het voertuig. Geloof ik. Oh, toch wel. Goed. Oké, okay, meneer. U mag even uitstappen. LSPD! Don't make me shoot ya! Uitstappen, zeg ik. Uitstappen, zeg ik. Staan blijven, meewerken. Ik ben er heel simpel in, hè. Je bent aangehouden, je mag je omdraaien. Je gaat meewerken, anders zal er geweld gebruikt worden. Oké, okay, ik ben aangehouden omdat je nog werd gezocht door ons. Ik ga je meenemen. Even de stoep op. Ga je daar fouilleren en dan ga je naar het politiebureau met mij of mijn collega's. En gezien dat niet met mij zal gebeuren, zal het dus met mijn collega's gaan gebeuren. Die vragen was aan. Dus ik ga ik fouilleren. Haal een vuurwapen bij. En drugs. Oké. Okay. Goed, dan ben je bij deze ook nog aangehouden voor het in bezit zijn van verboden middelen, mogelijk dealen daarvan en verboden wapenbezit. Voeten worden ook in beslag genomen. Kan hij blijven staan. Gaan verder onderzoeken op drugs, etc. En die zien we alweer terug, een keer terugkomen. Loser! Stond uit. Gaan we even kijken of we de snelweg nog op kunnen. Zullen we alleen maar zaken hier in dit gebied gaan krijgen. Even een meting starten op de Audi. En blijkbaar ging er een achtervolging langs ons. Die heb ik gemist. Dat kon ik zo doen. Die Audi die rijdt heel sportief, et cetera.
kijken of een meting kan doen. Oftewel een tijdje achter hem rijden met een bepaalde snelheid. Waarvan ik kan constateren dat het te hard is. RS7 zou het eens in. Ik ga intussen wel even kijken of er een iets op zijn naam staat. RS5. RS7. Maar het ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 6-3 Yankee Golf Juliet 650. A traffic violation. Proceed with caution. Hier een stopstreep hier. 38 miles per hour is de max. Zo, oké. Hey, sorry. En zo zit je ineens in achtervolging van een andere RS7. En daar kan ik bij bevestigen dat hij wel snel gaat. Kijk op een straatrace zo. We hebben toestemming van het OC om het voertuig te rammen indien dit nodig is. Oftewel pitten. Maar met deze snelheden gaan we dat niet doen. Ofwel. Nou, zoals de tekst al... even van naar rechts sturen. Zoals de tekst al benoemde. Had ik de camera leeg? Nee, gekkigheid natuurlijk, mijn game die crashte. Een rode... Ja, dat zijn er meerdere. Zo. Kenteken 20JB, dan hebben we deze hier. Die wordt gezocht. Nee, mijn game crasht tijdens de achtervolging. Dat is natuurlijk super jammer. Maar dat is geen probleem, dan gaan we gewoon hier verder. Denk jij? Nou, eigenlijk wat denk ik. Ik mag niet zomaar naar rechts. Daar gebeurt ook iets. Ik ga hem laten volgen naar het tankstation. Ik weet dat daar achter een tankstation is. Dat is iets veiliger dan... Stop nou eens met die blauwe auto van je. Oh my god, die blauwe auto, hè. Het is iets veiliger om daar, ja, ik was zeggen om te gaan schieten, dat is hier nou ook weer niet, maar laten we vanuit gaan dat we niet gaan schieten. En dan kunnen we hier wel veilig aanhouden, als het de persoon uiteraard is die we zoeken. Wat ik eerst ga doen is even het kenteken controleren, of het inderdaad ook zo in het Meijer systeem staat. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken, 2-0.
Allegraat Dal, dat is de persoon die we zoeken. Want naar mijn weten is het Mayos leidend. ANPR kan niet altijd helemaal up-to-date zijn en het Mayos, dat is echt het systeem waar, als het daarin staat, klopt het. Voor zover ik weet. Goedendag. Hey. Het ga je even het rijbewijs of in ieder geval identiteitsbewijs van u gehad. Ja, dat komt overeen. Controleren haar naam ook even in het systeem. Of dat klopt. Ja, zij wordt inderdaad gezocht. Mevrouw, kan je even vragen om uit het voertuig te stappen? Ik wil dat de bijrijder blijft zitten. Ik wil geen rare dingen zien. Oh, sorry, dat was mijn fout. Mevrouw, het volgende. U wordt nog gezocht door ons, ik kan u op dit moment niet zeggen waarvoor. Wat ik wel weet is dat ik ben aangehouden. Het taalgebruik wat Wim hier toont, dat is, dat kies ik niet. Dat is uiteraard niet helemaal netjes. Ja, wat we gaan doen, ik moet u toch even snel fouilleren op dingen die u bij heeft. Dan voornamelijk de tassen of dingen die u niet bij mag hebben. Ik weet officieel met een vrouwelijke collega dat doet. Die is op dit moment alleen niet in de buurt. Ze heeft autosleutels, logisch. En een pen bij zich. Dat is allemaal legaal. Mag ze uiteraard niet mee de cel innemen. Want kan zichzelf mee verwonden mocht ze dat willen. Maar in ieder geval een transporteenheid laten komen. Wat ik nu ga doen is de beste heren even controleren. Heeft u een rijbewijs, dan mag ik die, dan wil ik die graag even zien. Oké. Dan mag u uw weg in ieder geval vervolgen. Met het voertuig. Hadden wel rekenen mee dat... ja, heel even denken of het mag. Ja, hij mag met dit voertuig zijn weg vervolgen. Oh damn. Als mevrouw daar akkoord voor geeft. Hij gaat tegen dat tankstation knallen, ik weet het zeker. Ja, kun je rijden of zit dat, kameraad? Ik ga die transporteenheid ook even... Oké, neem die vrouw mee. Wel met een mooie Audi natuurlijk. Even kijken hier op die parkeerplaats wat daar allemaal los is. Motorrijden lijkt er vandoor te gaan voor ons. Rechts vrij, links vrij. Eenmaal rood geconstateerd, tweemaal rood geconstateerd. Alle reden om even stopteken te geven. Ik krijg geen ANPR-hit naar voren. Hij zet nu pas zijn helm op. Ik had dat bijna niet gezien. Goedendag, hallo, mijn aapjeshelm. Voor mijn rijbewijs, meneer. Reden van staanhouding, spreek voor zich denk ik. Het niet dragen van een helm, meerdere malen te rood rijden, te hard rijden waarvoor ik niet heb kunnen meten, dus daar kan ik ook in mijn keuring voor uitschrijven. Waar was je helm allereerst? The lovely weather, het is ijskoud geloof ik, kameraad. En dan met dit rijgedrag door de sneeuw, dat kan natuurlijk echt niet. Voor mijn meerdere bekeuringen krijgen en ik ga hem aanmelden voor een EMG, educatief maatregel gedrag. Gewoon omdat het kan, dames en heren. We zijn vandaag van team verkeer, landelijke eenheid en die geven voor alles een bekeuring. Voor zover ik weet. Rood licht, ook al zei ik dat we geen bekeuring gingen schrijven, maar ik gun het hem gewoon, weet je. Rood licht en geen helm. En dat zijn, oh dat vallen mij $200. Zou ik zo vertekenen? Dat je in Nederland voor het rode licht al 340 euro kwijt bent, maar dat weet ik niet zeker.
Laat hem maar niet meer zien, hè. Fijne kerst. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Officers report a domestic disturbance at 3 Alter Street. Units respond code 3. Okay, wie praat ik nou? Ik praat met dat groene stipje heel ver hier weg. We gaan even naar een situatie waar iemand... dat was een gestolen voertuig. Maar we hebben nu ook even die Z2 uithoudt. Rijd even mee op een... 1, Lincoln, 18. Respond code 3. Rijd even mee op vermoeden van een... meth lab. En dat is methvitamine, geloof ik. En dat is weer MDMA. Ik weet het eigenlijk niet. Dat ze denken dat die in het... in de parkeerplaats staat. Dit is echt het... de beste parkeerplaats ooit. Je moet wel uitrijden via een slagboom, maar je hoeft niet te betalen voor een... Ah, ze gaan er al vandoor denk ik. Oh, ja, tuurlijk. Oh my god, leer rijden Wim. Wacht. C1 erbij. Assistance required on North Rockford Drive. Roger that, we're on our way. Herb located, in pursuit. Staan blijven! Vuur wapen, vuur wapen, sowieso vuur wapen. Hier gaan we uiteraard dodelijk vuur op toepassen. Is die andere nou gewoon naar beneden gesprongen? Oh, is een trap. Staan blijven! Stop! Police! Eén persoon gaat er nog steeds te voet vandoor, meerdere eenheden die kant op. Hij heeft een voertuig gepakt, Oké, okay, die zijn we kwijt. Dan zou mijn collega's achteraan kunnen gaan, maar die snappen het geloof ik ook niet helemaal. What is location? Over. We kunnen kijken of de Zulu... Helicopter, backup needed on North Rockford Drive. Lab, nou? Net als dat lab is. Eagle 6 engaging suspect. Hadden we misschien nog niet achter moeten laten. Oh. Ja, oké, okay, jullie. Ik wijs met mijn vinger naar deze Audi. Neem dit allemaal op jullie. En wij gaan even kijken of we die boef nog kunnen pakken. Left zien hier zo. Ja, die gaan we natuurlijk niet treffen. Ik weet niet of er een Zulu in de lucht hangt. Nou, hij is ontsnapt. Oké, nou dat die melding is opgelost. Wie gaat er nou weer vandoor? Waarom gaat iedereen er altijd vandoor voor ons? Gereden. Strafbaarheid mij onbekend. Zegt de volging, voertuig die blijkbaar door een van ons werd gezocht. On, San Andreas Avenue. Staan blijven. Ik ga wat proberen. Ik weet niet of het me lukt. Nee, wat doe jij? Ik heb toch die knop ingesteld? Yeah, Dad, I went to the... Oh, fuck!
Ik heb zijn knop om te tackelen, maar... De zijachtervolging te voet. Staan blijven. Wim is sneller. Staan blijven, kom op. Ik heb je te pakken. Nee, dat werkt niet. Ja, geef maar op, vriend. Kom, uitstappen. Uitstappen, zeg ik. Stoppen. Ik weet niet waarom er een zaklam op dit wapen zit. Maar dat heeft de politie echt natuurlijk niet. Pardon? Nee. You ain't never getting out of prison. Ben je allemaal zeggen, mevrouw? Luister, jij bent aangehouden voor negeren, stopteken, artikel 5, gevaarlijk rijgedrag, noem maar op, wat je allemaal wilt bedenken, dat zit erbij. Oké. Attention all units, citizens report, suspicious activity on Bay City Avenue, units respond code 2. Zo, we hebben de A-klas bureau opgehaald. Nogmaals gemaakt door Heumots te vinden op hun website. We rijden wel opvallend in een onopvallende wagen. Volg jij het nog? Ik wel in ieder geval. En we gaan kijken wat we ervan kunnen maken. Ik heb hem een iets ander kleurtje gegeven, puur omdat ik dit wel wat mooier vind dan dat zwarte. Maar zo heeft iedereen zijn smaak. Als jij hem roze wilt maken, maak je hem lekker roze. Kijk, weet je, daar ga ik in ieder geval niet in oordelen en hopelijk ook niemand. Want wat jij zelf wilt doen, dat moet jij zelf weten. Zo vind ik het. We gaan eens kijken of we het leuke melding kunnen krijgen. Achtervolging ga ik nu echt wel laten. Tenzij bij een melding iemand er vandoor gaat natuurlijk. Maar een achtervolging die mij voorbij raced, ja, die ga ik toch even skippen vandaag. Of vandaag, moet ik eerder zeggen, nu. En misschien gaan we met de A-klasse ook niet zo heel lang meer. Maar de video is al redelijk lang. We zitten nu al denk ik op 48 minuten zoiets. Plus minus. Ik ben zeg maar elk stukje wat ik heb opgenomen meteen aan het editen en erachteraan aan het plakken. Zodat ik weet op hoeveel tijd ik ongeveer zit. Het is vandaag de 23e. Morgen is dus kerstavond voor mij. Gisteren voor jullie. En ik moet ook gewoon werken met kerst. Dus ik heb echt alleen vandaag de 23e. Tot aan vanavond 6 uur of zo. Om nog op te nemen. En ik moet nog de tweede kerstdag special opnemen. Al met al wat ik daarmee wil zeggen is. Er moet een beetje haast achter zitten. En tijdplanning. Maar dat komt wel goed. Die knalde trouwens de rood. Die gaan we even controleren. Officieel mag ik daar geen bekeuring voor geven, want bij ons was het groen, maar ik kan niet weten wat zijn verkeerslicht zijn. Negeren stopbord hier. Hij hier ook trouwens. Moeten we eerst even het kenteken. En dat is een hard, hè, die plugin van ik ga nu het kenteken controleren. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 05 X-ray Delta Echo 5. 3, 9. No, 1099. Okay, 3 bekeuringen op zijn naam staan. Of haar. Catharine is daar een vrouw. Any available unit in the South Los Santos area. Citizens reporting narcotics activity met on Strawberry Avenue. Want die hebben we er straks over aangegaan. En even kijken of we nog een straf of feit constateren. Copy that dispatch. Animals on the loose. Is dit niet het geval, dan laten we het ook lekker gaan. Ondertussen komen de meldingen wat binnen. Krijg je een leuke melding, nemen we die gewoon aan. Units reporting. We have an 11351 in Palato Bay. Units respond code 3. Weet je, geef eens wat leuke meldingen. Je kunt wel honderden melding plugins erin pleuren, maar er komen eigenlijk altijd dezelfde. Ik heb zo'n idee dat bepaalde meldingen gewoon overroelen. En tot daar niks aan te veranderen is. We have a possible 503 een gestolen zeilboot. Ja, ik ga er wel doen. Hij rijdt nog. Toch? Oh shit. Hey,
gaan we dus even niet doen, hè. Uitstappen en staan blijven. Staan blijven, ik heb echt geen zin om te rennen, kameraad. Ik ga niet weer helemaal dadelijk terugrennen naar die auto. Kom op. I'm the Vinewood Zombie. Backup needed in downtown Vinewood. Ren nou, waarom ren je niet zo snel? Je rent net zo snel, Wim. Wim, wat ben je nou aan het doen? Ik word... Ah, ik heb hier zo geen zin in, hè. Ik stop hier ook gewoon mee. Ik ga echt niet blijven rennen. Waarom rent hij nou zo langzaam? Ik wil gewoon even... door, zeg maar. Door kunnen gaan. Ik moet echt nog heel veel doen. En hij crasht na elke melding. Verdachte rijdt in een auto. Ja, dat kan wel zo zijn. Dispatch, we have a visual. En suspect on foot. Ik wil de video niet zo abrupt stoppen of zo, maar ik met de Vito, met de Audi, met deze ben ik al per 20 minuten 10 keer gecrashed. Dus je bent gewoon een uur bezig met één video. Of één stukje. Dus ik ben al vanaf 12 uur of zo bezig en dit is inmiddels al 4 uur. Dus ik heb er nauwelijks nog zin in, dus ik ga nu ook gewoon door. We've got a Grand Theft Auto in progress in downtown Vinewood. De rest is alleen maar liefde. Dacht er uit in een auto. Voor dit spel, niks aan de hand. Dispatch, we have the suspect in sight. Nou, ik moet nog eens de tweede kerstdag special opnemen en dit renderen. En een video van een uur of langer, dat zal wel langer worden, renderen, dat is niet op een uur gedaan. Dispatch, we've got a collision. Suspect has crashed. Suspect is on foot, dispatch, we're in pursuit. Dat schoten zou ik toch even helpen. Nee. Is nou een Vito gestolen? Wat doe jij? Stop eens. Geen Vito stelen, ja, doe je achterdeur anders open, ja. Je gaat geen taxi jatten. Ja, ga je maar aan, taxi, heel goed, heel goed. Ik doe met je mee. Christ's sake! Ik vind het ook, nogmaals, ik blijf het benoemen, maar ik vind het zo'n onzin dat je altijd maar met je vuurwapen op iemand moet richten en anders stoppen ze niet. Je kunt niet gewoon op een knop duwen en zeggen, hey, staan blijven. Je moet altijd met een wapen op ze richten en dan nog blijven ze rennen. We've got a possible 211 on route 68. Units reporting, we have in the Chilliwack Mountain State Wilderness, units respond code 3. Kijken bij een beveiliger die assistentie vraagt. Ik weet niet of het een BOA is. Units respond code 2. Dat kan het namelijk wel zijn. Omdat ik het de pet security guard waarschijnlijk een handhavingsuniform heb gegeven. Maar daar weet ik niet zeker meer. Het is in bij het ziekenhuis. Attention all units, officers arrived on scene. Oh, I wish there was more time in the day. Hello. Whatever. Hij zei, ik ben zo boos op deze persoon op dit moment, want... Wat? Every day is a blessing. God, whatever. Wat zegt hij nou? Staat ze hier nou gewoon mensen tegen te houden die naar binnen willen ofzo? Ik snap het eigenlijk niet eerlijk gezegd. Hallo mevrouw. Dat is zo oneerlijk, zegt ze. Ik werk hard. Oké, dus ze is zonder zich af te melden vertrokken van haar werk en nu is ze op staande voet ontslagen en ze wil weer terug naar binnen, maar hij zegt van nee, dat mag niet. Nou,
U mag dus blijkbaar van deze beste heer het terrein niet meer, of het ziekenhuis niet meer in. Als u dat is ontzegd, dan mag een beveiliger van dat desbetreffende gebouw dat geloof ik doen. Dus dan ga ik ook vragen of u dat wil doen. En dan zou ik telefonisch contact even opnemen met de baas. En om het op een tijdstip dat iedereen misschien wat meer gekalmeerd is, nog even verder. Dit is verlopen, daar hebben we niks aan, doe er iets aan, verlaat het gebied even. Nou, jawel, je gaat het gebied verlaten, ik vorder bij deze. Je moet geloof ik twee keer vorderen, de derde keer is niet verplicht. Wow, hold up! Nou, ik ga het gebied verlaten, ik geef hem nog een kans. Alright, off you go! Crap! Ja. Nou, hoef niemand aan te houden, iedereen blij, jij blij, ik blij. Moet ik wat tegen jou zeggen? Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, de bericht voor alle wagens. Ik weet niet of dit kleur is die ik net had, of niet. Maar nogmaals, zo vaak gecrashed, zo vaak opnieuw opgestart, tot ik het ook allemaal niet meer weet met die kleur en zo. Of het is nu pas zichtbaar doordat het licht is. Voor mij heeft een lekkere kerstborrel gedronken, want die slingert nog wel. Dus die gaan we even aan de kant zetten, mogelijk heeft je dus iets genuttigd. Laat hem hier wel even blazen. What the fuck, man? Puñal. Hallo. Hey. Mijn rijbewijs, meneer. Wel 2001, dat is, maakt hem 20. Ja, die is ingevoerd, dus je mag zo niet rijden met het even kijken. Heb je iets gedronken? Alleen eentje, je bent een beginnende bestuurder, dus eentje kan al te veel zijn. Drugs genomen, ik hoef daar niet op te antwoorden. Telefoon heb je niet gezien. Mijn informatie is niet fout. Ik ga je laten blazen. En dan ook een drugstest afnemen. Dat is niet te veel, maar dit systeem houdt natuurlijk geen rekening meer met beginnende bestuurders. Dat is negatief. Dus je krijgt van mij een bekeuring voor alleen die eigenlijk. En dat zijn meteen 6 punten op je rijbewijs, dus dat is niet niks. Je mag ondertussen weer uitstappen, want je mag natuurlijk niet verder houden. Don't make me shoot you! Nee. Dat dacht ik toch. Wait up! Mag je weg vervolgen. Nee, niet. Wat zeg ik nou? Fuck that shit. Ja, nee, smal houden. Een paar klappen verkoop, gek. An officer in need of assistance for a stolen police vehicle. Rijdt alsjeblieft prio 1. Kan iemand mogelijk wat overlast zijn aan het veroorzaken? Namelijk recht voor ons. Hey, openbaar dronkenschap. Ja, mevrouw. Hallo. Wow, hold up! Gaat het wel goed met u? Give up. Thanks. Dank u wel. Oh, te diep in het glaasje gekeken. Dan we misschien anders als we even met een taxi naar huis gaan. Ik ga hem even bellen en dan hebben we dat ook weer geregeld. Daar komt hij al. Ik heb nu geen zin om na te kijken of het alcohol, drugs of iets anders is. Want wat je
wat mogelijk is, is als je nu daar haar een blaastest laat afnemen tot die negatief is, een drugstest, dan is die ook negatief. Ja, dan is er natuurlijk iets goed mis met haar. Kan het nog drugs zijn die niet wordt opgevangen door de test? Moet je een taxi? Maar ze gaan nog wel goed. Het kan natuurlijk ook ziek, dat ze gewoon onwel is. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. A civilian requiring assistance. Vanavond in gevecht. Dames, 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 stop eens even heel snel. Even uit elkaar. Nee, ik wil niet meevechten. Oh, die? Stoppen nou. Nee, mijn kerstmuts. Dames, stoppen. Nee, nu gaan we dit oplossen. Wapenstokkie. Stoppen. Auw. Dames, nu is het klaar. Attention, this is dispatch. Okay. 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. Ga je even slapen? Ja meneer, zo gaat dat hè. Ja, opgelost hoor. Prima. Ik word morgen wel wakker. Laat hem van vandaag. 12.01, dat is 12.01 nou. 12.01. 1 Lincoln 18. We have a traffic alert for an attack on a motor vehicle. En dat gaan wij ook, want hij rijdt daar. 12.01, dat is 12.01 over. 12.01. 1 Lincoln 18. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Treft het grijze voertuig links voor ons. Die heeft dus via de ANPR camera's staat hij in het systeem voor gezocht. Zeg maar. En hij zou betrokken zijn bij een verkeersruzie die wat uit de hand is gelopen in de vorm van geweld. Assistance needed on Eastbourne Way. Stoppen. Stop! Police! Charlie 4, roger that. We'll look for those maggots. Op de knieën, ik wil geen rare dingen zien. Knieën. Stoppen, stoppen, mes. Dispatch, we have a visual. You ready for an ass? Sorry, piece of crap. You're surrounded. Staan blijven. LSPD, hands up! You little shit. Eenmaal schoten gelost op de bijrijder. De bestuurster wordt op dit moment ook in de boeien geslagen, of ja, zo goed als in de boeien geslagen. Die had een mes en die wilde mij aanvallen. Zo. Fouilleren. Pepperspray. U kunt uw weg vervolgen. Voor. Er zijn geen eenheden meer nodig. Zelfs ik heb geen pepperspray. Mag officieel niet, beide in één voertuig, maar dat is wel makkelijk. Wat ik ga doen, ik ga jullie bedanken. Ik hoop dat jullie dit gewoon waarschijnlijk kijken op eerste kerstdag in de ochtend, want ik zet hem denk ik om 10 uur online. En dus hebben jullie vandaag nog heel de dag de tijd om te genieten van de kerst. En uit te kijken naar de video van morgen, als ik die ga kunnen maken, want ik ga nu even niks beloven. Maar ik ga mijn best doen, maar ik heb echt geen zin meer om een lange video te moeten maken waar ik om de 5 minuten crash en opstart. En dat kost allemaal bij elkaar weer snel 10 minuten. Dus deze komt gegarandeerd online, die hebben jullie dus nu ook al gezien. Is ook heel dom dat ik zeg, die komt wel online, want hij staat lang online. Morgen ga ik meer dan mijn best voor doen. Maar als ik zover ben dat ik mijn beeldscherm, mijn computer en alles kapot wil slaan, dan ga ik uiteraard niet daarmee door.
Voor nu ga ik ervoor zorgen dat het helemaal goed komt. Geniet van vanavond, doe rustig aan, doe voorzichtig, blijf veilig en tot morgen.